Het bedrijf Concentrix, dat eerder Webhelp heette, wil meer kansen bieden aan haar werknemers om internationaal carrière te gaan maken. Dit vertelde Ronald van Schijndel, Chief Executive Officer van Concentrix in Suriname, gisteren tijdens een persmoment bij het openingsevenement van het bedrijf. Schijndel heeft graag dat medewerkers doorgroeikansen hebben binnen de organisatie op lang termijn. En ik denk dat wij in de afgelopen jaren, en Frank weet dat veel beter dan mij, maar hebben denk ik met name gefocust om de mensen proberen in Suriname een springplank te geven om jezelf te ontwikkelen. En ook de nieuwste gebruik te maken van diverse informatietechnologieën die klanten gebruiken, die wij zelf gebruiken. Wat ik voorzie van nu, in de komende 3 jaar, is niet alleen een springplank, maar om mensen daadwerkelijk een carrière te bieden. Een carrière te bieden en ontwikkeling te bieden. En wie ben ik om iets te zeggen over zeg maar, de kwaliteiten die wij hier zijn? Ik ben in ieder geval heel blij dat we daar gebruik van kunnen maken. Maar ik wil het graag herhalen, we willen graag carrières bieden. En we willen ontwikkeling bieden aan medewerkers, zodat ze graag bij ons willen blijven werken. En veel steviger ook in hun schoenen komen. Niet alleen in de Surinaamse samenleving, maar wellicht een internationale carrière ook kunnen ambiëren. Schijndel geeft aan dat het bedrijf vooral veel aan Suriname heeft vanwege de Nederlandstaligheid. Het bedrijf is ook bezig meer mogelijkheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te implementeren binnen zijn bedrijfsvoering. Je moet zo zien, de Surinaamse samenleving is heel waardevol, kan heel veel brengen voor een organisatie zowel als Concentrix als Webhelp. Maar het is met name voor klanten in Nederland, wij noemen dat domestic klanten enerzijds, en anderzijds grote internationale klanten. Ja, dus wij, we zeggen geen namen van klanten, maar echt hele grote jongens die jullie hier ook maar al te goed kennen. Iedereen heeft wel behoefte aan een stukje Nederlandstalig op de klantenservice. En dat deel, dat doen we, proberen we in te vullen met Nederland, met Suriname en ook met Curaçao. Volgens Schijndel ziet het bedrijf veel potentie in Suriname. Vandaar dat er veel mogelijkheden worden gecreëerd voor de werknemers.